Yo, kijkers van Online Teams en vannacht. Ik welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survive. Goed jongens, wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk verder waar we gisteren waren gebleven. Ja, ik hoop dat we vergeten. Maar goed, perfect. Prima, goed. Zoals jullie natuurlijk weten, gaan wij nu beginnen aan het kasteel. Maar voordat we dat natuurlijk gaan doen, moeten we uiteraard ook een heleboel bomen omhakken. Dat sowieso. Want hij moet vrij groot worden. Ja. Dan doe ik heel even. Op zich zullen wij dit, oh nee, het loopt toch door, om het hier zo een beetje te gaan doen. Hier zo. Vanuit hier ongeveer dit stuk dan. Dus dat is nogal best wel veel. Dus dat betekent dat al deze bomen hier zo om worden gehakt. Laten we daarmee in ieder geval vandaag oprichten. Ja? Dus laten we dat dan maar gaan. Dus dat betekent heel. Ja, mijn hele inventory is bijna leeg. Dus laten we dat dan vandaag maar even op gaan richten. Dat we heel veel bomen om moeten gaan hakken. Want het moet echt een mooi prachtig kasteel worden. Ik bedoel. Ja. Echt de allermooiste die er is. Dus ik wil het wel groot gaan aanpakken. Heel groot eigenlijk. Het begint wel al een beetje donker te worden. Laat hij eens even slapen. Ja, het zou net. Nou, de sneeuwgolems. Kijk, daar loopt hij. We hebben een nieuwe vriendin gemaakt. Hartstikke mooi, ja. Ja, dit is een behoorlijke klus. Dan heb ik dit stuk eigenlijk ook. Behalve hier niet, hier kun je dat. Want hier kom je dus hier uit. Dan wil zoveel mogelijk van deze. Maar sommige die zijn zo hoog. Ja, die valt nog wel mee. Ik snap niet waarom dat hier zo'n gat zit. Maar dan gaan we ook dicht maken. Maar ik wil proberen om een rode dak. Maar hoe krijg je een rode dak? Dat moet ik nog even gaan bekijken. Sommige bomen zijn meters hoog. Dat is zeer vervelend. Zoals deze bijvoorbeeld, daar kan ik net niet bij.
Laten we even kijken of dat een grote is. Dat is niet echt een grote grot. Dus hier kan eigenlijk niks in spawnen. Dat is wel fijn. Dan ga ik eens kijken hoe... Zullen we maximaal tot het water doen? Staat het beste? Ja, maximaal tot het water. Verder gaan we niet. Oké. Laten we dat dan proberen. Oh, oh, oh. Waarom doe jij het niet? Want ik bedoel, het wordt sowieso een enorm groot project, dat sowieso. Misschien gebruiken we dat ook, misschien ook niet. Je weet het maar nooit, hè. Hier moet ik ook uiteraard kijken dat ik het tot hier zo, want ja, het wordt sowieso, maar zodra dat we echt de eerste steen gaan bouwen, dat zal over 2 weken misschien wel zijn, want ik denk dat ik deze week sowieso bezig ben om de grond, ja, grond in ieder geval de plek, want hey, we maken maar aflevering van een kwartiertje, 16 minuten en dan, en dat is het eigenlijk. We zijn nu al 8 minuten bezig. Ik heb best wel veel hout al. Ik moet gewoon kijken. Dit is mooi, daar moeten we. Deze boom die moet weg. Ja, er gaan een heleboel bomen weg. Deze bomen die zijn gelukkig wel fijn. Hier, dit is ook een zeer fijne boom. Je kunt gewoon hop hiermee beginnen. Kijk, dit is een punt. En dan kun je langzamerhand omlaag gaan. Dit is een hele maffe boom, die gaat sowieso ook weg, want ik hou niet van shit dat vliegt. Uiteraard gaan we dus wel van alles neerzetten. Echt een mega groot kasteel. Ja, tot aan hier. Dus deze gaat dus ook weg. Dan ben ik nu vandaag alle bomen hier zo om gaan kappen. En ik moet ook een stuk berg weghalen, dat ook. Dat gaat ook tijd kosten. Het ziet er wel heel anders uit, hè? Wat moet nog meer weg? Ja, hier zo wil ik het veranderen. Het is echt sowieso dit
een stukje berg moet weg en dan wil ik die boom, kan deze blijven staan, echt. Dus deze. Ook weg. Dus er is nog een hoop te doen. Waar is het water? Oh, dat is dus hier. Dus dan gaat deze boom gaat weg. Deze gaat weg. En deze gaat ook weg. Oeh. Ik ga heel even. En creëren, want hier zitten. Kom eens hier vandaan. Kan ook. Dan pak ik heel je fakkels. Dat ik zeker weet dat er hier niks erin wordt gedaan. Ik ga sowieso nu even naar huis om te slapen. Anders weet ik het alweer. Het ziet er een stuk anders uit. Het is wat kaler. Het is wat kaler, dat sowieso. Maar als jij nog leuke ideeën hebt, laat me weten. Ze zijn altijd natuurlijk van harte welkom. Op Instagram heb ik ook een hoogtepunt gezet. Daar kan je mijn berichtje insturen wat jij wilt, wat ik zeg maar moet bouwen in Minecraft. Dus dat is wel, ja, heel mooi. Kijk, nu kun je tenminste het zien. Deze staat ook. Moet ook weg. Dus. Die grot, denk ik. Ja, nee, dit is die grot dat. Ja. Niks is. Het is hier zo. Je moet ook een beetje die kant, want ik ga alle meters ga ik gebruiken. Ik ga dit stuk ook, want dan wil ik zo het een beetje rechtdoor laten maken, dus dat hier. Ja, hier zit dus die ene gat.
Die boom die plaats ik uiteraard natuurlijk niet meer terug. Natuurlijk niet. Alleen ja, het bos er wordt een stukje kleiner. Is het zo goed? Ja. Laten we van hoop wel nu. Moet ik heel even kijken, want of zo is het eigenlijk ook cheaten. Nu wil ik dit stuk hier zo erbij betrekken, dat dit echt hier zo is. Dus echt dit stuk erbij. Dus ik moet hier zo een stukje berg weg gaan halen. En dan het hier zo wat netter gaan maken. Dat gaat ook een klus worden. Daar ga ik ook een week of anderhalve week op staan. Hier spannen jullie. Hier is het veel te donker. Ja, ik kom hier toch bijna nooit. Dus laat ik wat licht hier erin zetten. Ik heb genoeg licht. Ja, zie je, dus hier moeten we een stukje berg weghalen. Dat gaan we ook doen. Niet vandaag. We gaan denk ik op dit niveau zetten, denk ik. Ja. Laten we dat sowieso doen. Maar dan gaan we morgen mee verder, jongens. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Dan gaan we gewoon weer lekker morgen weer verder, ja? Ik hoor hier van alles, weet je dat? Nou goed, we gaan dus uiteraard gewoon morgen weer verder hiermee. Ik hoop dat jullie er dan ook erbij zijn. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!